Sinds kort beschikt het resort Tapanahoni over duurzame elektriciteit. Volgens districtscommissaris Henk Deel gaat het om 16 dorpen die eenmaal 24 uur over deze basisbehoefte kunnen beschikken. Dit gebeurde onlangs op zaterdag 6 april. Hiermee is er een stap gezet richting duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in het resort. Eigenlijk alleen maar Godolo en het gehele resort dat voorzien was van duurzame energie, dus 24 uur. Voor de rest was het van de kleine aggregaten van zeg maar 7 uur tot 11 uur. En dan nog had je een grotere periode van afwezigheid, dus generatoren die buitenwerkingen vielen en dat soort momenten. Dus voor ons is het heel erg belangrijk dat we nu continu energie hebben voor een heel groot gebied. Het project is uitgevoerd door het Chinese staatsbedrijf Power China in samenwerking met de Surinaamse overheid. Er zijn 1550 huishoudens aangesloten op het elektriciteitsnet. John Doré, kapitein van het dorp Moitaki, is ingenomen met deze ontwikkeling. Vooral voor de bevordering van het onderwijs is duurzame energieontwikkeling een noodzaak. Ontwikkeling, a komi tu. En een wampje ontwikkeling, een bigi ontwikkeling komi tu. Want if je kiest stroom en bepaalde dorpus refi abuateratu. Daarbijna je firis refle ija foto. En ontwikkeling voor de pchintu. Dat is de feestje, want dat is een continuïteit stroom. De pchint is een score, de pchint is een nieuwsu. Dus de gomeang aan ontwikkeling. Maar op het moment dat je fire EDD Airview, dan kon je van een taki in een doet rasani. Met eenmaal 24 uur stroom kunnen de gemeenschappen in het resort ook hun ondernemingen beter inrichten. Deel ligt er toe dat energie de handel een boost zal geven. Het heeft lang geduurd, maar de effecten zijn direct te merken, benadrukte Deel. De verwachting is dat met 24 uur energie dus er een toename gaat zijn voor van gebruiksapparatuur. Maar het meest belangrijke is dat we dus de mogelijkheid zullen moeten aangrijpen om kleine zeg maar, activiteiten, productie op gang te brengen. Zo heb je dus de mogelijkheid om zagen in te vriezen. Dus een betere planning. En op basis daarvan gaan we zeker een opkrikking hebben van de samenleving. Dus dat is heel belangrijk voor ons. Het biedt ons eigenlijk de ruimte om veel meer activiteiten te ontplooien. Dit zal ook zorgen voor een beter levensonderhoud voor de gemeenschappen. Mensen kunnen beter plannen en zullen geen grote onkosten meer doen om voedsel aan te schaffen. Als traditioneel gezag kon Doré de blijdschap van de dorpelingen omschrijven als één als nooit tevoren. Alasma, abi fufiru en perisiri. Want alvast, je bent gebruikelijk motor in een bij gasoline moro. Nu nog een liter gasoline javon, dat is het die bepaalde maïseri. Maar na het ding zou de mek ardiri zo. Dus dat zo lees je, hij deed dat hij nog een bij gasoline voedra in een motor voor kan schifaya. Alai san epori in een friseur. Waardoor de zand dat je ziet, dat je nou echt ontwikkeling komt toe, want die economie is een beetje moro toe.